Goedemorgen, ik ben Ellie Schapendonk en ik ben sinds september van dit schooljaar de directeur van basisschool De Toren in Zevenbergen. Vorig jaar is de school klassenwerkplek geworden en vandaag gaan we jullie iets vertellen over wat dat inhoudt. Naar mijn idee is werkgeluk heel erg gerelateerd aan aandacht. Mensen willen heel graag aandacht. En dat klinkt misschien een beetje negatief, maar we moeten goed zorgen voor onze mensen. Zorgen dat ze gefaciliteerd wordt, en dat is mijn taak. Zorgen dat zij hun werk kunnen doen in de klasse en dat er genoeg gefaciliteerd wordt om dat op een hele goede manier te doen. Een goede schoolleider is voor mij een gelijkwaardige collega. Het vertrouwen wat onze schoolleider ons team geeft, zorgt voor bepaalde vrijheid en dat zorgt bij mij voor werkgeluk. Voor mij is werkgeluk iedere dag met een goed gevoel naar mijn werk gaan. Een fijne werkdag hebben met mijn collega's, met de kinderen. En ook weer met een goed gevoel weer naar huis gaan en ook altijd weer zin hebben in de volgende dag om weer te gaan werken. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je inspanning ook wel combineert met ontspanning. En dat is waar we denk ik op school wel samen goed voor kunnen zorgen. We kunnen heel goed praten over de inhoud van het onderwijs, maar we kunnen ook heel goed even daaruit stappen en dan even met elkaar gewoon in een ontspannen sfeer praten over thuis, over andere leuke dingen die even niks te maken hebben met het onderwijs. Lef hebben is belangrijk voor mij. Ik probeer bij veel lessen van de methode af te stappen, coöperatieve werkvormen in te zetten, zodat leerlingen beter van en met elkaar leren. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed naar elkaar luistert. Dat je ervoor open staat als mensen feedback aan je willen geven. En dat je ervoor zorgt dat je altijd ook wel gemotiveerd en enthousiast bent. Zodat je met z'n allen doelen kunt bereiken op school. Wat kunnen scholen van ons leren? In eerste instantie hebben wij geen elleloze vergaderingen meer over welke stickertjes we gaan bestellen. Of wie vandaar dit jaar de Sinterklaas intocht met elkaar organiseert. Daar hebben we het organisatiebord voor. Dus de vergaderingen gaan kort en krachtig. Wordt snel bekeken wie wat doet. En die gaat er dan mee verder en dat hoeven we niet met z'n 20 te doen.